goed luistert, hoor je de vogels twinkelen. Ik sta in de Apenheul. Het Genootschap voor Event Managers heeft mij gevraagd om als dagvoorzitter op te treden bij hun event over duurzaamheid. En dan specifiek het thema waste, oftewel afval. Hoe ga je daarmee om? Het is natuurlijk een onderwerp wat aan het hart gaat, want ik ben nogal van duurzaam. Dus dat is leuk om daarmee een dag lang mee te gaan stoeien. En nou, in de voorbereiding bleek al wel dat een hoop aannames die je hebt over duurzaamheid, het is niet helemaal zwart-wit. Hè? Bijvoorbeeld kaas, ja, dat is een dierlijk product, dat is niet duurzaam. Maar kaas kan je wel heel makkelijk klein serveren en op die manier je hoeveelheid afval behoorlijk terugdringen. Terwijl groente en fruit moeten na afloop meestal worden weggegooid, omdat het niet te bewaren valt vaak. Dus nou goed, het zijn leuke, interessante discussies. We gaan er vandaag mee aan de slag. Zometeen de output. Het onderwerp duurzaamheid blijkt een lastig onderwerp te zijn om dat te bespreken, omdat het zo breed is en voor iedereen is dan weer iets anders. Maar wat blijkt, de meeste van deze 30 event managers zijn behoorlijk intrinsiek gemotiveerd om ermee aan de slag te gaan. Het is niet meer iets wat er zomaar even bij komt. Nee, bij elk event staat het gewoon vooraan in de programmering. Dus dat is leuk om dat te merken. We hebben met veel verschillende werkvormen gewerkt. We hebben een quiz gedaan. We hebben ze in tweetallen, in drietallen, in vijftallen en plenair laten praten. Veel laten noteren, et cetera. En op die manier ervoor gezorgd dat iedereen bij de les bleef. En dat het onderwerp, het thema, goed aan bod kwam, goed uitgelicht werd. En zo praktisch mogelijk vertaald is. En er kwamen hele praktische dingen uit. Met name over het terugdringen van no-show. Zodat je wat minder voedselafval hebt bij evenementen bijvoorbeeld. Nou, afijn. Het was een mooie dag voor het Genootschap voor Event Managers. Volgende week start voor de Nationale Lotto op Papendal. Tot dan, tot daar. Hoi!